De Nederlandse taal is een transactionele taal. Je kan je tijd winnen, maar ook weer je tijd verliezen. Je kan je aandacht ergens aan besteden en hebt de keuze om dat niet te doen. Net als dat je de keuze hebt om jouw energie te besparen of ergens aan uit te geven. Lang verhaal kort, YOLO. Maar echt, je leeft maar één keer. Je hebt maar één leven waaruit je tijd, geld, aandacht, energie kan putten voordat het op is. Want aan het einde van de dag, week, maand, jaar doe je het voor jezelf. Voor jouw nalatenschap, totdat je een nalatenschap hebt gebouwd. Want weet je nog, Pluto en Steenbok, die hele Steenbokperiode eigenlijk? Ik bemachtig mijn nalatenschap. Voordat je een partner en kinderen hebt, doe je het aan het einde van de dag nog steeds voor jou en jouw nalatenschap, jouw reputatie en wat je nalaat in deze wereld. Dus zorg ervoor dat je die tijd, geld, energie en moeite eerst in jezelf stopt. Investeer eerst in jezelf. Voordat je naar een ander gaat. Want als jij niet compleet bent, hebben we het ook over gehad, wat trek je dan aan? Ook incompleet. En dan ben je samen incompleet. En wat ben je dan aan het doen, joh? Laten we beginnen met week 14, die we beginnen op maandag 2 april, wanneer we de laatste kwartier in Steenbok hebben. En deze laatste kwartier zal op 17 graden gaan plaatsvinden. Dus de maan, vers van huis in Steenbok, gedraagt zich al een beetje iffy. Het is de laatste kwartier, dus een tijd om dingen los te laten als een steenbok. Want de steenbok heeft vrij veel autoriteit en die doet het allemaal voor de nalatenschap, de lange termijndoelen en dergelijke. En op 17 graden, dus terwijl de steenbok handelt, doet hij dat een beetje op de leeuwmanier. Niet per se creatief, niet per se kinderlijk, maar met risico. Leeuw durft af en toe risico te nemen om te zeggen, weet je wat, laat het los, laat die ruimte komen. En we zien wel wie of wat het invult. Want ja, als het eigenlijk niet van toegevoegde waarde is, wat doet het er dan eigenlijk nog? Laat het los. Gezien deze laatste kwartier in Steenbok wordt geheerst door Saturnus in Vissen, wat laten we dan los? Die waanideeën, die illusies die anderen hoogstwaarschijnlijk op je hebben geplakt en die jou tegenhouden van bereiken, gaan naar waar jij wilt, jouw lange termijn doelen. Want Vissen, de waanideeën, de illusies, maar ook de ideologieën. Jouw ideologieën, die af en toe een beetje naar beneden zijn gedrukt. Maar Venus is in een oppositie geweest met Lilith de afgelopen week. Dus al dat onderdrukte, laat het lekker. Wat wil je doen dan? Wat wil je doen? Neem de risico. Wat gaan ze doen? Blaffen? Later op de dag hebben we gelukkig, te midden van deze verduisteringsperiodes, ook nog Mercurius die retrograde gaat bewegen in Ram. Dus Mercurius heeft de dominante zin ik denk en beweegt in Ram met de dominante zin ik ben. Wie denk je wel niet dat je bent? Wat breng je daadwerkelijk naar de tafel en wat zou je er uiteindelijk uit willen halen? Want de taal is niet alleen transactioneel, het leven is ook nog transactioneel. Alles wat je besteedt zal je ook weer terugkrijgen. Al de dingen die je krijgt, die heb je dan weer om te besteden. Blijf gaan. Maar wie ben je en wat heb jij en waar wil je ook daadwerkelijk zijn? Wat wil je daadwerkelijk bereiken? Want als jij dus incompleet bent of vasthoudt aan andermans ideologieën, waar heb je al deze levensenergie voor? Waar is deze levensbron dan voor? Ja, wees heel erg zeker over waar je dus in investeert. Dit leven in investeert. Je hebt maar één investering. Maak er een wijze investering van. Vervolgens komen we aan op woensdag 3 april. En dan zal Venus in een conjunctie komen te staan met Neptunus. Dus Venus is verheven in Vissen. En met de dominante zin, ik lief, ik heb lief in Vissen en deze dromen, mijn dromen, tuurlijk. We hebben allemaal dromen, hopen en dan zie je ineens dat je het waar kan gaan maken. Dat je ineens echt gebouwen kan gaan bouwen, dat je daadwerkelijk kan knutselen, dat je daadwerkelijk kan bakken. Creëer! Iedereen die heeft zijn eigen waarde en dat een ander het niet inziet, dat is omdat zij jouw ogen niet hebben. Dat een ander jouw fantastische idee niet ziet, is omdat ze jouw denkvermogen niet hebben. Doe het voor jezelf. Als jij het fantastisch vindt, als jij daar Venus jouw waarde in vindt, laat niks en niemand je tegenhouden. Net als de ram. De ram die is er als eerste. En dan is hij, ja, dan moet je altijd eens eerst. Je ziet iets, ga er dan voor. Wist je nog dat dingen als gothics waren de uitschot van de maatschappij? Kijk nu. Kijk nu.
Vooruitziende blik. Iedereen die heeft er één, volg jouw intuïtie. En dat is het eigenlijk ook met Venus in een conjunctie met Neptunus. Laat Neptunus die mist, die hees even lekker opklaren. Ja, toch? Ik droom in deze, ik geloof in deze dromen. Geloof er ook dan daadwerkelijk in en volg jouw eigen intuïtie om jouw eigen waarden te gaan volgen. Venus gaat ook over de waarden, hè? Vooruitziende blik. Iedereen heeft er één. Ik ben daar echt zo erg van overtuigd. Oké, wil je iets delusionals horen? Ik ben ervan overtuigd dat ik Jenny from the Block had geschreven voordat Jennifer Lopez Jenny from the Block had geschreven. Want ik was zo aan het schrijven, echt zo'n I'm still, Shasha from the Block. Iedereen heeft een vooruitziende blik. Ja, toch? Dus ja. Venus, die houdt ervan om in vissen te zijn. Omdat vissen, die is er zo één. Die heeft dan zoiets van: wat als ik val? Maar wat als je vliegt? Super delusional, ja toch? Maar Venus die houdt echt van vissen, want vissen durft ook te zeggen zo van: hé, luister dan. Ja, inderdaad, de spiritualiteit, maar de realiteit van deze situatie is: je gaat vallen. Maar als je zal vliegen, dan durft die spirituele vissen die intuïtie ook te volgen om te zeggen: ik ga vliegen. Zet R. Kelly op. Hoe heet dat nummer? Ik weet het niet. En sommige mensen zullen dan zeggen: R. Kelly is cancel. Maar het gaat niet om R. Kelly. Het gaat om Space Jam en dat hij zijn arm helemaal zo kon rekken. En spring. Spring. Make that leap of faith. Ga ervoor. En ja, R. Kelly, Space Jam. Hoe heet dat nummer nou? I believe I can fly. En ja, als mensen je willen cancelen omdat I believe I can fly jouw soundtrack van je leven is of zo. Zeg dan tegen ze dat ze kunnen opbokken en dat ze ruimte moeten maken voor de eerstvolgende die het wel begrijpt, omdat ze niet in jouw, ja, ze zitten niet op jouw level, ze zitten niet in jouw generatie, ze zitten niet op jouw, hoe noem je dat, belastingsniveau of wat dan ook. Klinkt een beetje hard, hè, maar ja, dat komt omdat Venus op vrijdag 5 april aankomt in Ram. Maar voordat Venus aankomt in Ram, hebben we eerst de zon in een conjunctie met de Noordknoop. Dus de zon die is al verheven in Ram, hè? De 30 dagen van Ramseizoen, we gaan ervoor. We gaan dingen bereiken, we gaan dingen behalen, we gaan actie ondernemen, we gaan starten. Die waanideeën die laten we los voor ons lange termijndoel. Want de zon is de vitaliteit, is de levensbron in de conjunctie met de Noordknoop in Ram. Dus Ram is hoe je jezelf presenteert, jouw eerste impressie naar de wereld toe, hoe je situaties aanpakt en dergelijke. En de Noordknoop is waar we collectief naartoe groeien in de toekomst. Dus in de toekomst zie je jezelf zo, dat je jezelf zo presenteert, situaties zo aanpakt, zo benadert en dergelijke. Wees zeker, door in jezelf te investeren. Gebruik deze tijd echt om heel egoïstisch te zijn, want hoeveel dagen van een jaar ben je nou echt daadwerkelijk alleen aan jezelf aan het denken? Dus neem deze tijd om egoïstisch te zijn, want deze investeringen kan je maar één keer uitgeven, kan je maar één keer verbreden, meer van maken, kan je maar één keer weer winnen, kan je maar één keer weer delen. Alle relaties zijn ook transactioneel. Je geeft wat, je krijgt wat, je krijgt wat, je geeft weer wat. En ja, als je niks te bieden hebt, ga dan weg. Maak ruimte voor iemand die het wel heeft. Venus in Ram. Want ik hou van wie ik ben. Ik hou van. En als jij zo werkt, als jij zo in elkaar zit, laat het de eerstvolgende dan weten. Voordat ze ineens waanideeën in jouw hoofd proberen te gaan prenten van: zo hoort je eigenlijk niet te zijn. Luister dan, wie ben jij eigenlijk voor mij? Ik zie je maar 8 uur per dag op iets genaamd werk. Wie zegt dat dit geen masker is? Beter gaan. Wees maar lekker egoïstisch een keer. Het is maar. En Venus, ik weet waar ze naartoe aan het racen is. Stier. Want Jupiter gaat bijna stier uit. En Jupiter wil die verbreding in stier even geven. Ze is verheven in stier. En misschien gaat ze daarna weer rustig doen. Maar ze is daar maar echt voor 4 tot 5 weken. Dus 4 tot 5 weken. Even lekker egoïstisch. Lekker egoïstisch. En dan sluiten we deze week af op zaterdag de 6e van april. Wanneer Venus in de eerste sextaal zal komen te staan met Pluto. Dus Pluto, ik bemachtig mijn kennis. En Venus, ik hou van wie ik ben. Kijk, dit is wie ik ben. Wees heel erg toegewijd aan die toewijding naar jezelf. Dat je daadwerkelijk van jezelf houdt. En maak het ook duidelijk aan een ander hoe ze met jou om mogen gaan en hoe ze met jou om kunnen gaan. En als er weer ruimte wordt gemaakt, is er alleen maar meer ruimte voor de juiste mensen om jou wel te vinden. Laat het lekker weten. Ja, het gaat zoals het gaat. Het gaat niet zoals het niet hoort te gaan. En Ram, geef geen ene fuck!